Hoi, ik ben Casper. Leuk dat je weer een video kijkt. En dit is wel eventjes een sorry. Want ik was laatst bij Garage Caspers en daar had ik alleen maar een paar simpele beeldjes gemaakt. En daar sloeg jullie op aan, terecht. Dus ik ben terug en we gaan eens eventjes kijken hier wat ze allemaal doen. Wat voor leuke dingen ze doen. En ja, eventjes Koen, de eigenaar van het bedrijf, laten vertellen waar ze mee bezig zijn. En wat voor mooie dingen ze hier allemaal doen. Ze zijn veel bezig met racen, ze zijn veel bezig met landrovers en offroad en zo. Dus er moet vast wat leuks te vertellen zijn vandaag. Dus, we zijn binnen bij Garage Caspers. Dat is Gijs. Gijs die probeert nou snel weg te lopen, maar Gijs die gaat zo mijn cameraman zijn. Dus ik moet even in de buurt blijven. Gijs, kun jij even vertellen eigenlijk? Wat doe jij? Want eigenlijk ben ik hier omdat jij zei dat ik hier moest komen. Ik werk samen met Koen. Ja. Zoals je kan zien heeft Koen een hele leuke auto staan. Ik had ooit de droom om ook een eigen autobedrijf te beginnen. Je hebt niet meteen een budget om zulke mooie auto's te gaan doen. Niet? Nee. Ik ben nooit zo van het sparen geweest. Dus ik ben begonnen met een polootje te verkopen en steeds weer verder. Toen ben ik Auto Gijs begonnen in 2019. Toen kwam ik hier toevallig bij Koen voor onderhoud. En die zei, joh, wil je hier anders komen? Helpen, huren, aanwezig zijn, auto's verkopen, dingen doen, ja, de kachel opstoken. Dus, en nu heb ik Auto Gijs en ik verkoop auto's tot 15.000 euro. Het gaat hartstikke goed. En verder doe je een beetje leuke spullen van Koen? Koen en ik werken samen. Kijk, als Koen er niet is, dan help ik hier met de verkoop. Met de foto's doe ik voornamelijk. Filmpjes maken. Gewoon de leuke dingen. En ik heb de benefits van de mooie auto's en leuke klanten die Koen heeft. Ik kan hier mijn eigen bedrijf runnen. Doordat ik Koen help en Koen helpt mij. Dus mooie wisselwerking. Prima wisselwerking. Ja. Ik was hier dus een paar weken terug. Ik weet niet eens, een maandje geleden ongeveer, denk ik. Ja, zoiets. Een maandje geleden ongeveer. Toen gaven jullie mij in de comments op mijn donder dat ik alleen maar een paar beeldjes van leuke auto's had laten zien en niks had verteld over het bedrijf zelf. Dus dan dacht ik, laten we van de gelegenheid gebruik maken om terug te gaan naar Groningen. Helemaal naar Groningen. Koen, de eigenaar, is er zelf, dus die kan mooi vertellen wat ze hier precies doen. Ja, heel veel mooie auto's, dat hadden jullie dus al gezien. Maar misschien, Gijs, wil jij de camera voor mij doen? Ja. Kijk, top. Hop. Kijk, want dan is daar ineens Koen. Hey. Welkom. We zijn in, ik zeg Groningen, maar het is niet Groningen natuurlijk. Het is Airport Eelde tegen Groningen aan. Want ja, zo lijkt Eelde toch een stuk groter. Stiekem is het zelfs Drenthe. Drenthe zelfs? Ja, dus we zitten echt... Volgens mij zei iemand dat ook al in de comments inderdaad. Want ik had inderdaad over Groningen, ook in mijn video. En zei, maar dat is helemaal niet in Groningen. Ja. Nee, maar als je een beetje hard kunt piezen, dan pies je vanaf hier wel in Groningen. Ja? Dus ja, noem maar gewoon Groningen. Dat doen ze ook bij het vliegveld. Mooi. Ons garagebedrijf is gespecialiseerd in leuke auto's voor leuke mensen. En dat is dat we willen zorgen dat we haalbare auto's hebben. Dus vanaf een 15.000 euro, zoals Gijs zei, daar houdt zijn ding een beetje op. Daar begint het bij ons. En we proberen dan dat door te laten groeien tot een beetje haalbare ton, zeg maar momenteel. Okay. We zitten hier toch in het noorden en in Noord-Nederland is iedereen iets conservatiever. Ja. Ja, een lekker woord. Ja, heerlijk. En zodoende proberen we te zorgen dat we gewoon een leuke mix hebben van constant rond de 15 Porsches, 15 Defenders, van dat zit er wel mijn passie. Ja. En in de mix daarnaast nog gewoon auto's die je niet zo vaak ziet. Nee, dus. Maar daar heb je er wel een paar van staan. Ja, zeker. Zullen we gewoon eens even, we gaan even een klein rondje doen, even kijken wat er allemaal staat. Heb je ook een werkplaats of niet? Ja, we hebben hier een kleine aankoopkeuringstraat. Hier doen we alleen kleine dingetjes. En achter hebben we de vuile werkplaats, daar doen we de grote dingen. De vuile werkplaats? Ja. Zoals ik al zei, we hebben vrij vaak Porsches. Ja. Dat is gewoon een passie die er vanaf heel jongs af aan al in zit. Dat was denk ik de eerste auto waarom ik ooit gehaald heb. Echt? Ja, mijn vader die kwam thuis met de allereerste Porsche die ik ooit zag. En toen kwam er een klant langs die gehoord had dat hij een Porsche binnen had. De lokale visboer. En die kocht ook direct die avond die Porsche. En we hadden nog niet eens een rondje gereden. Dus jij hebt nooit meer vis gegeten van die visboer? Jawel, zeker wel. Zeker wel. En die visboer is later hier ook nog weer klant geworden. Dus dat gaat helemaal goed. Wat voor Porsche was dat dan? Dat was een 964. Oké. Ja. Zo hè? Ja. Tof. Ja, dus dat is voor jou zelf ook de ultieme race of niet? Nou, ik vind om de 964 en de 993 gewoon echt de luchtgekoelde modellen vind ik wel het gaafste in het retro perspectief. Ja. Afgelopen jaar hebben we een GT3 RS gehad. Ja. Welke generatie? Generatie 1997. Ja. En oranje.
En dat was toch wel echt qua beleving een auto. Alleen ja, die was dan weer zo gaaf. En dan ben ik zoveel liefhebber dat ik met 27.000 kilometer een auto niet echt hard durf te schoppen. Ondanks dat ik best wel redelijk een potje op het circuit rondkom. Ja. Maar ik kreeg emotie bij die auto. Dat ik denk van nou, dit is wel het meest woeste. Ja, want een beetje rondtrappen op het circuit, dat eigenlijk zit daar een beetje de basis, hè, vertelde je net. Ja, ik ben voor mezelf begonnen met het verhuren en bouwen van raceauto's. En het runnen van raceteams. En toen is dat uiteindelijk helemaal uit de klauwen gelopen naar 28 BMW'tjes die we verhuurden. Oké. Ja, toen mijn vader in 2008 een klein debakel had in Groningen met het Jaguar dealerschap, ja, is hij in 2009 hier weer opnieuw begonnen. En toen heb ik mijn gereedschappen en spullen allemaal hier samengevoegd en zijn we hier samen onder één dak verder gegaan. En in 2013, 2014 heb ik hem uitgekocht om zelf alleen verder te gaan. En toen ben ik ook langzamerhand, dat was 2 jaar later, overgegaan naar vooral de leuke auto's en de handel in leuke auto's. En de racerij is echt een side ding. Ja. We hebben een club. Je hebt nog een paar BMW's buiten staan, zag ik al. Ja, dus af en toe nog wel het circuit op, maar niet meer 28 auto's draaiende houden. Nee, we hebben nu een stuk of 10 klanten die fanatiek met hun eigen auto's, die wij dan voor hun onderhouden, die nemen ze mee naar het circuit. Op het circuit daar hebben we een ander raceteam die daar de support en de dingen voor ons doet. En dan wordt hier weer alles klaargemaakt, onderhouden na die tijd. We hebben driftcursus.nl, wat we samen met TT Racer doen. Ja. Dan organiseren we ijsreizen, we organiseren driftdagen. Met de racecursussen geef ik instructie en zorg ik dat die klanten allemaal zoveel mogelijk rijden. Ja. En dat je een leuk gemuleerd clubje mannen hebt die allemaal dezelfde passie hebben. Ja. En vooral met een zo betaalbaar mogelijk auto zo hard mogelijk gaan. Kijk. En dan de echt mooie auto's mooi halen. That's the spirit. Ja. Tof. 964 is dus, hij is wel goed te koop. Ja, even verkocht. Het is een Nederlandse 964 Carrera 4. Handbak. Ik probeer altijd echt de auto's wel uit te zoeken die ik zelf in de collectie heb in een spec, zodat ik er zelf heel trots op ben. Ja. Soms rij je natuurlijk wel eens een auto in dat je zegt van ah, deze auto had ik zelf niet zo, maar hij is wel cool. Ja. Ja. Maar dit is echt een auto die ik dan zelf heb uitgezocht van denk, oh, die moet er echt een keer komen. Die moet erbij zijn. Ja. Ja. Goede prijs ook, 64.964 euro, kan iedereen goed onthouden. Dit vind ik dan. Ja. Ja. Dit vind ik echt heel vet. Is hij helemaal rally geprepareerd of is het alleen uiterlijk vertoond? Nou, van onder is hij wel rally geprepareerd. De stoelen en de gordels zitten een mooi mechanisch klokkensysteem in. En de bodemplaat is allemaal aangepast, maar hij is wel redelijk origineel gehouden in zijn look en feel. Ja. De bumpers zijn eraf geschroefd, die zouden er gewoon weer normaal voor kunnen. De originele stoelen kunnen er weer in en de bodembescherming kan eraf. Ja. Maar de auto is gewoon wel goedgekeurd zoals hij zo is, want er zit ook een FIA-certificaat bij om mee te doen aan klassieke rally. Ja, vet. 850. Ja. Zie je ook niet veel meer. Nee, de 850 is natuurlijk met de 12-cilinder echt een beetje een oude tegenhanger van de Ferrari destijds. Ja. Net als we daar in de hoek de CSI hebben staan, de 3 liter CSI en de 3 liter CS. Ja. Die waren echt binnengebracht binnen het BMW segment om concurrentie aan Porsche en Ferrari te geven. Ja. Ja. Dit zijn gewoon auto's die blijven in zo'n bijzondere, dit zijn nou auto's wat ik bedoel, haalbare, bijzondere, leuke auto's. Ja, vierwieler motor. Ja, doe je ook motoren? Nou ja, ik ruil wel zeg maar van alles in. Ja. En deze Harley vierwieler was ook een klant die zei van ja, ik wil wel graag iets anders voor mijn dagelijks auto. Dus ik heb een auto en deze ingeruild van Cayenne Turbo. Ja. Nou ja, oké. Maar hoe vaak heb je motorrijders hier in de winkel? Er zijn best heel veel Defender-rijders die er ook een Harley bij hebben. Ja? Oh, ja. Okay. Een soort Vespa. Oh, en driewieler, dus je mag natuurlijk gewoon met je autorijbewijs hierop rijden. Ja, en de motor is 2019, dus het heeft zelfs gewoon achteruit, anders dan voldoet hij niet aan de kentekenvoorwaarden voor een auto. Fantastisch. Maar het is gaaf ding. Leuke originele Boxster nog. Ja, Boxster S, handbak. Ook leuk. Die zijn ook alweer 25 jaar. Ja, net jubileum. Ja, 5 jaar jubileum hebben ze net gehad. En dat is wel grappig. Zeg maar, de nieuwe type Boxster S. De nieuwere type Boxster S staat erachter. Ja.
Ook leuk. Dat is nog wel gewoon een 6-cilinder, hè? Ja. Ja, heel goed. Heel goed. Hij zit voor ons in een lagere prijsklasse, maar ik vond hem gewoon wel heel erg grappig. Dan heb je... Maar is dit de straat legaal? Dit is straat legaal. Er zit gewoon een kenteken op. Alleen, je blijft natuurlijk een klein beetje commercieel. Dus de kentekenplaat die hebben we aan de voorkant afgehaald. Omdat het gewoon veel mooier lijkt. Ja, maar ik zeg vooral, want hij heeft 10.000 euro. Ik dacht dat dit soort auto's echt veel duurder waren in het algemeen. Ja, dat is het leuke van dit soort auto's. Dat je kunt ze in deze prijsklasse nog wel fatsoenlijk leveren. Ja. En dan heb je gewoon een auto die kost bijna niks in de vaste kosten. En vrijwel dezelfde rijervaring als een Caterham of een Donkervoort. En dan ligt het er natuurlijk wel aan welke Donkervoort, want als je dan weer... Ja. Het is ook geen Caterham, wat is die nieuwste die... in ieder geval, het is niet super snel, maar toch, het is wel lach. Het is alleen recht gestuurd, dan moet je tegen kunnen, links schakelen. Ja, of je maakt er een projectje van en je bouwt hem om. Ja, dat zou ook niet altijd ingewikkeld zijn. Natuurlijk. Nee, het is een grote Meccano. En als je dat dan vergelijkt met de details, dan is de Donkervoort weer zo'n stuk verder doorontwikkeld. Ja, tuurlijk. Zo'n grote Audi motor erin, zo'n 5-cilinder. Geluidje. Ja. Ja, vet hoor. En dit is echt wel gewoon een widowmaker. Als je daarmee rijdt, die laat altijd voelen dat hij de baas is. Ja. Dat is wel... ja, dat zijn auto's waar je nederig van wordt inderdaad, ja. Klopt. Tof. En wat is dat? Dat is de laatste hoor. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar dit is wel Dit is de Avenger. Ja. En het leuke van de Avenger is, dat is een race cup die ze op hebben gebouwd om zo betaalbaar mogelijk richting het formulewagenrijden te kunnen groeien. Ja. Er zit gewoon een Ford C-Tech motorblok in, dus als je motor opblaast dan ben je onder de 1000 euro kwijt voor een nieuw motorblok. Okay. En dan kun je gewoon weer verder. Ja, dat is voor racebegrippen zeer schattelijk. Ja, ja. En het weegt gewoon helemaal niks. Dus je hebt gewoon alleen een buizenframe als veiligheid, ja. Waar je eventueel wel een instructeur naast kunt zetten. Ja. Dus je hebt iets meer de mogelijkheid om te leren, om te trainen. Ja. Heeft dezelfde rij-eigenschappen als bijvoorbeeld de Porsche op het circuit, omdat hij de motor heel ver achterin heeft. Ja, ligt echt wel volledig op de achteras. Ja. Ja, en daardoor is het gewoon heel veel speelgoed voor relatief weinig geld. Wacht. Wel gaaf. Ja. Hey, en Land Rovers die heb je hier binnen niet zo staan, maar dat doe je wel veel mee. Ja. Dat, is dat ook een beetje erfelijke belasting? Ja, dat was altijd servicewagen van mijn vader. Ja. Dus die had Defenders en zo is dat helemaal uit de klauwen gelopen. Je had volgens mij nog een hele aparte voorstaan, toch? Ja, we hebben nog een G4 voorstaan. Ja. Dus dat is zo'n speciale challenge editie. En... Zullen we daar nog even heen lopen? Ja, dan sluiten we daar echt af, anders wordt het veel te lang. Hoort dit? Dat is omdat ik samen met Gijs hele vette foto's heb gemaakt. Die zal ik je nog even delen. En die foto's die waren in zachte sneeuwduinen. En dan heb je hele mooie wolken waar die uit elkaar springt. Ja. Ja, dat is wel heel gaaf. Hij moet eventjes nog weer naar binnen om te ontdooien. Dat kon je even niet laten ook, zeg maar. Nee. Dus dat proef ik wel een beetje bij alles hier, is dat het gaat voornamelijk om plezier. Ja, er was ooit een hele wijze klant bij mijn vader in de showroom toen ik een heel klein jongetje was. En die zei, of je moet heel hard gaan studeren en dan kun je heel veel geld verdienen en een leuke auto rijden. Of als je de mogelijkheid hebt, dan ga je gewoon zorgen dat je met leuke auto's bezig bent. En dat heb ik om 18 ook direct gedaan. Ja, gaaf man. Ja, maar wat is hier nou zo? Want zo'n G4, dat is speciaal toch? Ja, er is helemaal een challenge geweest met de G4's. Dat was eigenlijk de opvolging van de Camel Trophy toen de bak niet meer mocht. Ja. En dan moest je dus kajakken, navigeren, mountainbiken, klimmen, off-road parcours rijden over moeilijke stukken. Daar was een hele serie Land Rovers aan toegewijd. Oké. Dus eigenlijk zeg maar wat de Camel Trophy was, dat kent hij. Tenminste, ja. De wat oudere mensen onder jullie kennen dat misschien nog wel. Dat kwam zelfs op tv en zo. Maar daar is dit zeg maar een beetje de opvolger van. Ja, de Camel Trophy is wat zeg maar de Land Rover bekend heeft gemaakt als het voertuig wat overal kan in de promotie. Ja, gaaf hoor. Ja, dat is wel tof. Dit stukje, ik hoop dat mijn vrouw voordat we hier kwamen heeft weggeklikt. Want die wil dit. Dat weet ik zeker. Haar droomauto is die Lara Croft Land Rover Defender. Ja. Weet je wel? Oh, die hebben we ook wel gehad. Dus, ja, dat is echt, daar is ze helemaal lijf van. Dat is helemaal... En dan de pick-up? Of echt gewoon helemaal open met... Ik denk helemaal open dat ze dat heel gaaf vindt. Maar als ze hem
als je hem enigszins bruikbaar wil hebben, is het natuurlijk wel lekker dat je ook nog een dak hebt. Maar die grijze die daar staat, die heeft al de kleur, hè? Dus als ze dan toch even meekijkt. Hij gaat gewoon toch nog even snel een auto proberen te verkopen. Schat, dat kan niet. We hebben geen geld, want ik heb een Porsche. Gaaf bedrijf. Ik hoop dat ik nu wel genoeg heb laten zien van Garage Caspers. Maar mocht het niet zo zijn, dan kan je natuurlijk altijd even in de reacties weer reageren dat dit nog steeds te weinig was. Dan gaan we gewoon later nog een keer wat samen doen. En als je vragen hebt, sowieso goed, dan gooi ze in de comments, toch? Dan gaat Koen wel reageren of ik app ze naar Koen en dan reageer ik namens Koen. Kijken we even wat er handig is. Doen we. Maar altijd leuk. En dan sluiten we af met een prachtig shot van een 911 Targa met een enorme turbo schep. Oh.